De plaatselijke bakker, de meubelmaker om de hoek of de lokale stucadoor. Stuk voor stuk bijzondere ambachten, maar helaas worden deze bedreigd in hun continuïteit, meldt Ambacht Nederland. Dat merkt ook Tom Kloppenberg met zijn meubelmakerij Tomiek. Daarom gaat er voor hem en andere ambachtsjongens in regio Nijmegen een aanvalsplan Ambacht van start. Nou, ik doe niks anders dan vroeger, dus in die zin raakt het mij minder. Ik ben gewoon aan het werk als meubelmaker en dat doe ik inmiddels 15 jaar. Dat verandert niet. Wij leiden wel mensen op hier, ook via Ambacht Nederland en ook mensen van het ROC. En daar proberen we wel zo goed mogelijk te doen. We proberen mensen echt iets bij te brengen. Dus ik denk op die manier dat wij onze bijdrage proberen te leveren. Maar ondanks de bijdrage van deze meubelmaker ziet hij alsnog de aankomende problemen voor de ambachtsbranche. Wat ik in ieder geval wel zie is dat de waardering voor het ambachtsvak er niet altijd is. En daar is nu wel aandacht voor. Dus ook niet voor niks dat tegenwoordig wordt er ook gesproken over theoretisch en praktisch opleiden in plaats van hoog en laag opgeleid, wat vroeger eigenlijk altijd zeiden. Maar ik weet ook dat er heel weinig mensen te krijgen zijn en dat er schreeuwend tekort is. Dus er is wel duidelijk een tekort. Ambacht Nederland heeft als aanvalsplan om meer leerlingen om te scholen tot meester en specialist in het vak. Ik denk dat het wel zou kunnen helpen, ja zeker. Want waar mensen vroeger hoog en laag opgeleid zijn, als je kunt zeggen dat je een specialist bent ergens in, ja, dat klinkt wel beter en dat past misschien wel in deze tijd. Ondanks de steun van Ambacht Nederland om de zichtbaarheid te vergroten via het platform gemaaktinnederland.nl, neemt Tom wel zijn verantwoordelijkheid. Vooral zo goed mogelijk werk leveren. En zorgen dat wat we afleveren, dat is wat ze willen. En dat merken we doordat ze terugkomen. Een belangrijk deel van onze cliëntele zijn mensen die al een keer eerder wat besteld hebben. Maar ook via mond-op-mond reclame. Dus voor ons is het heel belangrijk dat we goede kwaliteit leveren. Waarom het ambacht toch extra aandacht moet verdienen, is voor Tom wel duidelijk. Dat je iets met je handen maakt en iets dat ook blijft. Als ik iets aflever bij de mensen thuis, dan zijn ze er blij mee. En dan weet je eigenlijk dat het daar over 15 jaar nog staat.